In 2011 is Terraria een groot succes op de PC en dus is het niet meer dan logisch dat anno 2013 deze game ook verschijnt op de Xbox 360 en de PlayStation 3. Terraria is een 2D avontuur-ontdek-game. Ja. Het is een beetje in het genre van wat Minecraft ook is, maar ik weet niet precies hoe dat genre heet. Laten we dan zeggen Minecraft in een soort van Castlevania-universum. Ja, nou goed, 2D Minecraft ongeveer. Je bent een mannetje, je hebt een aantal werktuigen. Daarmee kun je hout hakken, graven, edelmetalen delven. Je kunt huizen bouwen, dat moet ook. Want 's nachts als het donker wordt, dan komen de zombies en de andere beesten. Overdag zijn er ook al wat beesten, maar die zijn niet zo gevaarlijk. En op die manier ga je de wereld verkennen en steeds groter paleis voor jezelf bouwen en blijf je op die manier lekker bezig. Ja, en bij een Xbox Live Arcade game en bij een Zen game voor het PlayStation 3 denk je vaak aan leuk, kleine, schattige games. En dit is dat op het eerste gezicht ook. Die oude sprite feel, alsof je een Commodore 64 game zit te spelen. Maar deze game is huge! Nou ja, hij is zo groot als je hem zelf maakt natuurlijk. Want je kan heel erg ver die wereld in verkennen en je kan heel veel en groot bouwen. Dus hij is huge als je wil dat hij huge is. Ja, maar hoe uitdagend blijft dat? Als je dat gewoon op een gegeven moment een uur of 10, 20 speelt, dan is het nog leuk. En je hebt in het begin heb je een behoorlijk uitgebreide tutorial. Die zat er in de PC niet. Die hebben ze nu wel, samen met nog wat heel wat andere attributen, wat andere monsters en zo die er nu in zitten. Wat het dus ook wel leuk maakt voor de PC-gamer om toch weer gewoon op te pikken. 2 jaar na dato. Ja. Maar als je het op een gegeven moment 20 uurtje gespeeld hebt, is de lol er dan niet een beetje. Maar ja, dan heb je wel 20 uur erin zitten. Dat is het beste voor een lange tijd. En daarbij, ja. Ik weet niet of het soort van hoe lang het uitdagend blijft, is misschien niet de goede vraag. Het is meer hoe lang is het entertaining. Ja, oké. Okay. En ik heb me daar heel lang mee vermaakt. Je kunt gewoon, je kunt volgens een bepaald RPG-pad, hè, met upgrades en dergelijke, kun jij de weg van de minste weerstand bewandelen. Althans, hè, dus gewoon het snelst alles zo sterk mogelijk hebben van je items en noem het allemaal maar op, je skills. Of je kunt gewoon zoiets hebben van, fuck it. Ik ga gewoon lekker een huisje bouwen, ik ga gewoon een beetje rondwandelen. Af en toe delf ik iets wat en dan weer maak ik een monstertje dood. Maar voor de rest wil ik gewoon lekker doen in deze wereld wat ik maar wil, in mijn eigen tempo. En ook dat kan gewoon in deze game. Wat is het wat mensen zo massaal aantrekt aan games als deze en Minecraft en dergelijke? Want op het eerste gezicht, het ziet er niet uit. Weet je wel? Althans, voor de moderne gamer, die hebben vaak zoiets van, ja, het moet allemaal mooi eruit zien en gelikt en fotorealistisch. En waarom zou ik in godsnaam nog zo'n jaren 80 ogende game gaan spelen? Nou ja, net zoals Minecraft is dit een soort van Lego. Je kan bouwen wat je wil. En ik denk dat als je dat koppelt aan het ontdekkingselement, want je bent net heel die wereld aan het ontdekken en op zoek naar dingen die je kunt gebruiken om je huis, je fort, je kasteel weer sterker te maken. Dat in principe houdt dat nooit op. Je kan blijven ontdekken. En er is altijd wel iets nieuws te vinden of iets anders te bouwen of iets nieuws te craften. Want je kan ook, je maakt zelf nieuwe tools, nieuwe wapens en dat soort dingen. Ja, ik vermaak me daar gewoon heel erg mee. Maar je moet wel iemand zijn die houdt van het bouwen van dingen. Ja, nu moet ik wel zeggen dat het bouwen, met name van bijvoorbeeld je huisje, dat gaat in tegenstelling tot destijds bij de PC-versie een stukje lastiger. Maar ik vind wel dat de controls goed overgezet zijn van de PC naar de consoles. Ja, ik vind het niet lastiger. Het is gewoon dat je met de muis sneller bent dan dat je met een pookje op een controller bent. Ja, maar in dit geval ben je juist met de pookjes in bepaalde opzichten sneller. Het werkt makkelijker. Het graven bijvoorbeeld vind ik met het pookje makkelijker gaan dan met de muis. Oké, nou ja, goed, dat kan. Ik vond het sowieso goed overgezet, hoor. Het maakte me niet zo heel veel uit. Ik vond wel dat bij het bouwen, dat het, want je hebt een soort van precisiemode. Je kan gewoon wild rondzwaaien, maar je kunt ook je rechterstick inklikken en dan kun je echt een vakje besturen en precies dingen doen. Dus muurtjes neerzetten, panelen plaatsen, dat soort dingen. Ja. Dat vond ik zelf wel makkelijker met de muis. Maar dat, je went er heel snel aan, dus het is verder geen kritiek op de besturing of zo. Ik denk ook niet dat veel mensen die hem nu op de console gaan spelen, maar ook al op de PC gespeeld hebben. Dus
die zullen zich ook niet achter hun oren krabben, denk ik. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat de mensen die het op de PC hebben gespeeld, die gaan wachten op Starbound. Die komt later dit jaar uit, wat de volgende game is van de makers van Terraria. En wat een veel grotere schaal gaat krijgen. En wat ik hoop dat het ook uiteindelijk aan de console komt, want dat ziet er ook uit als een hele toffe game. Ik moet wel zeggen, het is lastig om uit te leggen wat deze game nou zo speciaal maakt. Dat is het ook met Minecraft en dat soort games. Maar bij mij is het echt een geval van je begint te spelen en het pakt je en dan wil je er heel lang mee doorgaan. Of je begint te rijden en denkt van, nee, en dan laat je het verder ook links liggen. Ja, en ook het feit dat je gaandeweg in de game toch steeds weer verrast wordt door de mogelijkheden die er steeds maar bij blijven komen. Dat houdt het toch wel gewoon fris om langer te spelen. Maar wat vond je er nou echt van, Skate? Ik vond het in het begin, met die tutorial, die echt wel eventjes duurde, had ik wel zoiets van, het gaat maar niet snel genoeg. Maar als je op een gegeven moment steeds meer items krijgt en steeds meer wegwijs raakt in die hele wereld en steeds beter weet wat je moet doen. Ja, vanaf dat moment had ik wel zoiets van, hé, dit begin ik leuk te vinden. Ja, ik zit gewoon ontzettend lekker te knutselen in die game. En dat is eigenlijk de enige manier waarop ik kan uitleggen waarom ik het leuk vind. Ik zit gewoon lekker te knutselen. Moet je een beetje een creatieve inbox hebben om deze game leuk te vinden? Nee, dat komt vanzelf. Als je hier aan begint en je, weet je, iedereen kan een huis bouwen. Dat is zo'n ding met muren en een puntdak. En dan vanuit daar komt het vanzelf wel. De overzetting van PC naar consoles is wat mij betreft heel erg goed gelukt met Terraria. En ik vond het al een fantastische game en dat blijft het ook op de consoles.